Hallo kijkers van Dramachine 90 en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. Yeah! Jongens, vandaag zijn wij weer terug in Frontier. En vandaag gaan we even een hele speciale iets wat wij in Assassin's Creed 3 nog niet gedaan hebben, doen. In een aflevering. Yay! En eigenlijk is dat iets wat we al een flinke tijd niet meer gedaan hebben. We gaan vandaag namelijk een speedrun doen. Nou ja, een speedrun. Een timelapse, hoe je dat ook maar wil noemen. In ieder geval jongens, als je nu op de kaart kijkt, en dat doen we nu ook, zie je echt ontzettend veel veren. Kijk, Boston hebben we uitgekleerd met gewoon gezamenlijk, dat was allemaal leuk. Alleen, de hele tijd door de bomen heen rennen voor veren, en af en toe een kistje en een snuisterijtje, dat vinden we natuurlijk niet zo leuk. Dus ik zat te denken, wat nou als we dit zeg maar in een hele grote speedrun doen, gewoon in één aflevering, heel Frontier clearen. Dus dat gaan wij vandaag doen. Zoals gewoonlijk zien jullie de eerste met mij samen en de laatste. En daartussenin komt er gewoon een timelapse speedrun met leuke muziek. Zoals gewoonlijk. Maar het is wel een flinke tijd geleden dat we dat voor het laatste deden. Dus op zich is het wel speciaal. Connor. Oh, je hebt zo geluk als wat, man. Want anders... Nee, dat is steen. Ik wou zeggen, dat is water. Maar dat is geen water. Dat is steen. Hallo meneer, hoe gaat het met u? Het is moeilijk hier omhoog komen. Waarom ga je dan niet in de sporen staan? Oh ja, we waren berucht. Sorry meneer. Nou, dan bent u dood. Is ook goed. Waarom moet die veer juist hier beneden zijn? Oké, spring up. Wij gaan zo goed dood. Als we nou gewoon op die veer landen, dan hadden wij die veer gepakt en dan waren we al een stuk verder. Maar, ja. Nu hebben wij die veer niet. Dus, ja. Nou ja, wacht even op het laadscherm. En dan gaan we voor die veer. Oké, waar zijn wij? Oh, dat valt op zich nog hartstikke mee. Oké, maar ik wil wel even die veer pakken. Dus, we moeten wel een stukje teruglopen. We moeten wel een stukje teruglopen. Ik ben trouwens bang dat we naar beneden moeten klimmen. Niet dat dat erg is. Maar, ja. Dan wordt een gevaarlijke afklim naar beneden. Tenzij we een heel makkelijke weg kunnen pakken. Maar ik zie niet echt een hele makkelijke weg. Ja, via daar misschien. De enige makkelijke weg wat ik zie, zou via daar kunnen. Dus dan moeten wij... niet hier dit ravijn springen. Ook al is het geen ravijn. Maar maakt niet uit. Het is net zo diep als een ravijn. Maar dan moeten wij hier... kijken of we hier naar beneden kunnen. Want hier is op zich wel een gang naar beneden. Of een looppad wat lijkt dat je kan lopen beneden. Hallo gozer! Ja, anders had je me toch aangevallen. Dus... Oké. Hier kunnen we naar beneden. Als we maar niet te ver gaan. En dan gaan we juist te ver. Hij ligt er wel mooi bij. Geweldig. Maar, nog een keer. We moeten die veer toch vanaf daar makkelijk kunnen krijgen. Oh, nu zijn we beneden. Misschien dat dat werkt. Misschien dat dat werkt. Maar het is 130 meter die kant op. Maar we zijn nu beneden. Dus ik denk dat dit veel beter werkt. Wat zijn die mensen trouwens hier aan het doen? Zijn jullie bootjes aan het kijken, jongens? Dan krijgen jullie ook voor betaald, hè? Bootjes kijken. Nou ja, zolang jullie niet naar mij zoeken, dan is het goed. Ik heb trouwens één beruchtheidsster. Of kruisje. In de stad had ik er drie. Oké, nou ja. Dat is leuk om te weten. Maar waar gaan wij... omhoog. Hier ergens. Kunnen we deze steentjes pakken? Waar komen wij simpel omhoog? Kunnen wij... Ja, waarschijnlijk kunnen wij wel vanaf hier ergens omhoog. Ja, dat kan vanaf hier. Oh, hier ook. Mooi. Ik dacht dat we gewoon tegen een random muur aan het rennen waren. Maar nee. We zijn wel een gang aan het nagaan. En nu? Oh, we kunnen hier omhoog. Hopelijk gaan we nu naar iets wat we ergens, waar we iets aan hebben. Want als we hier niks aan hebben, dan hebben we er niks aan. Oké, omhoog. Oké, we gaan wel... Tenminste, zo lijkt het. De goede kant op.
Oké, en dat allemaal voor een veer, hè? Ik ben benieuwd waar die veren nou echt verdienen. 102 meter, dat is allemaal naar beneden. We zijn nu te hoog. Dat scheelt weer niks. Maar we zijn nu te hoog. Dat moeten we ook niet hebben. Oké, hoe komen wij daar? Lijkt me een hele goede vraag om te stellen. En lijkt me ook een goed antwoord om op te lossen. Kijk, maar jongens, straks krijgen jullie zometeen krijgen jullie hier dus een speedrun van. Dus dan hoeven jullie niet, zeg maar, elk veertje bij mij te gaan denken van... Zo moeten wij gaan en zo moeten wij gaan. Kunnen wij hier simpel naar beneden? Dat is water. Ook niet erg, maar... Hoe komen wij daar? En via deze bergtoppen kom ik daar niet echt. Dus hoe kom ik daar? Kunnen we hier omhoog? Nou, waarschijnlijk niet hier. Maar waarschijnlijk wel een klein stukje verderop. Connor, kom op, werkt vandaag even mee. Of vanaf daar. Ja, vanaf hier. Mooi. Dan klimmen wij hier omhoog. We zijn al 6 minuten kwijt aan 1 veer. Wij zijn goed bezig. Oké, hoppakee. Jongens, ik weet trouwens niet hoe lang de speedrun duurt, zometeen. Dus het kan zijn dat het een lange speedrun wordt. Het kan zijn dat het een korte speedrun wordt. Maar hoe komen wij daar? Ja, vanaf dat plateau daar. Vanaf hier is het niet echt te bereiken. Of we gaan vanaf daar beneden proberen. Ik hoop dat het werkt. Want anders maken we deze hele mooie sprong helemaal voor niks. Dat is wel een hele mooie sprong. Ook lekker hoog. Dan doen we jouw boomstam duiken. Want er was geen klif duiken. Het was via een boomstam. Dus dat is boomstam duiken. Kunnen wij hier omhoog? Please zeg ja. Anders, ja. Zou ik niet weten hoe we naar boven moeten komen. Hé, we kunnen omhoog. Dat is goed. We kunnen omhoog. Oké, mooi. Hier heb je een boom. En die veer die is nog een stuk hoger. Dus dan moeten wij hier nog omhoog zien te komen. En hoe wij dat doen, weet ik ook weer niet. Maar we komen wel dichterbij. Ik denk hierop. Dit is trouwens een heel gevaarlijke veer. Oké, ik hoop dat die veren straks wat waard zijn. En niet voor de sier of zoiets. Oké, mooi. Dan hebben we deze veer verzameld. Maar jongens, dan denk ik dat... dan ga ik de muziek aanzetten. En dan gaan we ondertussen alle dingen verzamelen hier in Frontier. Meeste veren. Maar ook schatkistjes en zo. Maar dat gaan wij dus. Dat ga ik dus doen. En jullie kunnen het zien met een mooi muziekje erbij. So, let's get the music started. Yay. Thank you.
Adventures, ben ik weer. In ieder geval, we hebben alle veren, alle dingen verzameld. Behalve eentje. Want zoals ik al heb gezegd, doen we de laatste natuurlijk gewoon samen. En jongens, ik weet niet hoe lang jullie aflevering nu al is. Maar ja, ik ben nu al ongeveer een uur en 20 minuten bezig. Dus als jullie willen weten hoe lang ik er ongeveer over gedaan heb in normale tijd. Dat is een uur en 20 minuten. Tenminste, plus het beginstuk hè, waar we de eerste hebben gedaan. Toen telde mijn timer ook mee. Maar dus een uur en 20 minuten ben ik al bezig. Dus voor de mensen die willen uitrekenen van hoeveel sneller is deze video gezet. Want je hebt dat soort mensen. Of dat soort mensen die denken van hoe lang is het nou in werkelijkheid. Nou, ik zit nu op 1 uur en 21 minuten. Dus ja. Nou ja, in ieder geval. Ik weet niet hoe lang jullie aflevering is. Waarschijnlijk een uur. Nee, geen uur. Een kwartier hoop ik. Ik hoop een kwartier. Maar het zou ook net zo goed 20 minuten, half uurtje kunnen wezen. In ieder geval jongens, wij hebben alle veren verzameld. Beloningen, nieuw speciaal kostuum beschikbaar in het landhuis. Oké, die gaan we even bekijken. Want waarom niet? Wat betekent dan dat we alle veren hebben? Is er dan niks in het dorp te vinden? Er waren toch genoeg dingen in het dorp te vinden? Nou, kijken we meteen ook even in het dorp. Zijn er wat dingen hier te vinden? Dan moeten we eerst eventjes snel reizen die kant op. Op zich zou het zoveel makkelijker zijn als je gewoon meteen snel gereisd zou worden naar Frontier of naar het dorp. Bijvoorbeeld. Of naar Boston. Dat zou echt zoveel sneller zijn. Maar oké, zijn hier dan geen dingen? Het ziet er niet naar uit. Oké, mooi. Dan gaan we naar het landhuis toe. En dan gaan we dat nieuwe kostuum even bekijken. Maar dan vind ik het wel interessant. Dan gaan we dat nieuwe kostuum ook dragen. Een nieuw kostuum is altijd leuk. Oké, even doorrennen. En dan gaan we zo dat nieuwe kostuum bekijken. Ik moet wel zeggen. Ik vind het echt een geweldig bos. Het is echt een geweldig gebied. Waar Assassin's Creed 3 in afspeelt. Vooral Frontier vind ik echt heel mooi. Boston ook trouwens hoor. Maar Frontier is echt heel mooi. Alleen moet ik wel zeggen dat het af en toe een beetje vervelend wordt met die sneeuw. Want dat sneeuw hier onder mijn voeten omdat het winter is. Ja, daar ga je langzamer doorheen lopen. En dat is best wel vervelend. Waar lopen wij trouwens naartoe? Is misschien ook wel leuk om te weten. Naar het landhuis, dat weet ik. Maar waar is dat precies naartoe? 270 meter, oké. Ik dacht dat het dichterbij was, maar is ook goed. En kijk, een leuk bruggetje. Een bruggetje. Nou ja, de vorige keer dat we naar het landhuis zijn gegaan, zijn we natuurlijk niet zo gegaan. We zijn van dat hoekje, linksonder, naar linksboven, naar rechtsmidden, naar rechtsmidden gegaan. Omdat we allemaal snuisterijen zagen. Waar die voor zijn, weet ik niet. Ik weet trouwens ook niet, nou ja, voor de veren zijn we waarschijnlijk voor dat kostuum dat we gekregen hebben. Die schatkistje zal wel gewoon wat geld zijn. Maar dan weet ik ook niet waar die almanakken voor zijn. Ja, ontwerpen van uitvindingen. Wat dat inhoudt, weet ik ook niet. Ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, we zijn bijna bij het landhuis. Dan gaan we naar de kelder daar. En dan gaan wij bekijken wat voor kostuum we hebben. En dat kostuum gaan we ook dragen. Want een nieuw kostuum is altijd vet. Ik hoop het assassin kostuum. Maar ik denk dat we een ander kostuum krijgen. Want het assassin kostuum mochten we nog niet hebben van die meneer. Oké, en die meneer is hier trouwens niet. Achilles is hier helemaal niet, want die zit in Boston. Die gaan we de volgende keer niet helpen, want de volgende keer gaan wij verder met de zijmissies. Want in Frontier zijn we dus klaar. We zijn in het dorp klaar. Alleen er zijn er nog in Boston zijmissies. Dus ja, maar een nieuw kostuum. Ik ben benieuwd. Oh, daar is het. Is dat een nieuw kostuum? Oké, laat maar zien. Onderzoeken. Wat is dat voor kostuum? Kanika kostuum. Je hebt het Kanika kostuum verdiend omdat je alle veren hebt verzameld. Oké. Zeker weten, zeker weten. Dan trekken we dat kostuum aan. De Kanika kostuum. En hoe ziet dat eruit? Weet ik niet. Laten we even naar buiten gaan. Laten we even naar buiten gaan, dan kunnen we het beter zien. Gelukkig zit hier een achterdeur in, dus ik hoef helemaal niet om te lopen. Oké. En hoe ziet het eruit? Dit ziet er best wel mooi uit. Alleen kon er altijd al een paardenstaart. Nou, is niet erg hoor, maar dat wist ik niet.
Oké. In ieder geval, jongens. We hebben een nieuw kostuum. We hebben heel Frontier gekleerd. Dus dat is goed. De volgende keer gaan we verder met de zijmissies van de Frontiermannen in Boston. Ik weet niet wat de Frontiermannen in Boston doen. En waarom het niet de Bostonmannen zijn. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, jongens. Deze speedrun... Ik weet niet hoe lang de aflevering daardoor is gekomen. In ieder geval, valt het mij nog maar één zeggen. Dat is Keizer M. Duit mogen. Met mij, helpt kanaal mee. Abonneer als je nog niet geabonneerd. Morgen gaan we verder met de zijn precies. Maar dat zien we morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!